In Almelo is altijd wat te doen. Van België tot het natuurhuispaviljoen. Wat een feestje hier. En ik ben hier de laatste maanden een paar keer al geweest en heb gezien hoe dit prachtige project, dit prachtige gebouw en omgeving zich ontwikkelde. En eigenlijk is dit dus de eerste keer, het eerste jaar dat er in heel de provincie, in elke gemeente, één persoon of één groep mensen een prijs krijgt. Nou, wie zou dat zijn hier in Almelo? Van mij de eer, en het is voor mij een best wel grote eer, vind ik, ook als inwoner van Almelo. En daardoor heb ik ook veel kunnen zien wat hier nou de afgelopen tijd eigenlijk in, nou ja, veranderd is op toch wel een verwaarloosde plek. En dat het nu in een centrum, wij staan ook bekend als een groene stad met onze groene longen, maar dat we ook midden in het centrum zo'n mooie plek hebben gecreëerd. En ik heb me laten vertellen dat er nog heel erg veel meer gaat gebeuren hier en dat jullie nog steeds heel erg aan het ontwikkelen zijn. Dat soort goede initiatieven die verdienen natuurlijk altijd een aanmoediging, maar ook een waardering voor jullie enorme inzet. In Almelo is altijd wat te doen. Van België tot het natuurhuispaviljoen. Van Noordhorn tot aan de Vriezebrug. En zo langs de Pook weer terug.